aan het licht te brengen. En ook voor degenen die boodschappen willen doen, denk ook aan de boerderijwinkels. We zijn hier op de pagina van, andere kant, Roy Hallink, Find Farm, initiatiefnemer. En mijn naam is Jacqueline Peek van Farming Biz. Zo'n 3 weken geleden waren wij ook zo samen in beeld met de teller op zo'n 500 deelnemende boerderijwinkels. Dus tijd voor een update. We zijn wat vroeger ingestart, zodat mensen vast kunnen binnenlopen op dit moment. Ben je aanwezig? Laat het even weten. Geef een duimpje of een hartje of een reactie. Dan weten we ook gelijk of het geluid goed is te verstaan. En of dat je ons ziet. Dan horen wij dat graag uiteraard. Eens even kijken, we zitten... ik bel vanuit Almkijk in en Roy vanuit, dat valt onder Gelderland, hè, denk ik? Ja, Ede. Kijk aan. Ik zie inderdaad, Petra is live en het geluid is, en beeld is top, blijkbaar. Helemaal goed. Dankjewel voor het doorgeven, dat we er mooi zijn. Als je dit kijkt of later terugziet, laat even weten uit welke provincie je meekijkt. Dan altijd leuk om te zien hoe verspreid dat is. En dan is het inmiddels 5 uur geweest, dus leuk dat je erbij bent of later instroomt. En ik geef even het woord aan Roy, om in eerste instantie nog even te vertellen waarom je dit initiatief gestart bent. Ja, het initiatief is eigenlijk vorig jaar gestart aan de hand van een actie. En nou ja, eigenlijk na die actie kreeg ik al een beetje de feedback. Ga je ermee door of ga je het stoppen? Een beetje pointless zijn we daarmee bezig geweest. En uiteindelijk hebben we gewoon gezegd, weet je wat, als je dat zo graag wil hebben, dat we doorgaan, dan zetten we door. En we gaan gewoon lekker verder met het verzamelen van boerenbedrijven. Ja, boerderijwinkels. Ja, de laatste... Bij het laatste interview wat we hebben gehad, zaten we te schommelen zo rond de 500, 550 ongeveer. Inmiddels zijn we al de 650 zijn we gepasseerd. Kijk, een mooie groei doorgemaakt inderdaad. Want je gaf toen aan, er zijn nog wat lege vlekken rondom Randstad, Rotterdam bijvoorbeeld. Klopt. Is die regio ook wat meer vertegenwoordigd inmiddels? Voorzichtig zeg ik ja, maar ook weer nee. Het is nog steeds dat ik aanmeldingen krijg uit Gelderland, Brabant. Wat ik wel op zichzelf wel een hele leuke trend vind, is dat de provincie Zeeland zich beter begint te vertegenwoordigen. Kijk. Dus aan zich vind ik dat best wel leuk. Ik heb ook wel een contact met een aantal mensen uit Zeeland. Die hebben ook gewoon gezegd van, ja, omdat jullie wortels liggen bij de FDF. Dat schijnt in Zeeland nogal een beetje een puntje te zijn in bepaalde gebieden. We hebben de laatste 3 weken en eigenlijk ook wel daarvoor al een klein beetje, hebben we eigenlijk best wel gecommuniceerd van, onze wortels liggen bij de FDF, maar we zijn nu een volledig op zichzelf staand initiatief. Met als gevolg dat we in ene keer dat daar gehoor is aangegeven en dat er in ene keer toch wel meer aanmeldingen zijn gekomen vanuit de provincie Zeeland. Ja, en ook meer bekendheid. Je krijgt ook veel meer websitebezoekers, gaf je aan. Dat is behoorlijk aan het oplopen inmiddels. Ja, kijk. Voor degene die toch vers, heerlijk en eerlijk voedsel wil hebben, weten waar het vandaan komt. Zoek een boerderij op dichtbij. Ik kan even laten zien hoe de website eruit ziet. Op www.findfarm.nl kan je die vinden. En dan kan je vervolgens zoeken op je postcode. Nou, bijvoorbeeld bij mij in de buurt eventjes. Kan je afstand kilometers geven. En je krijgt een overzicht van netjes te zien hoeveel kilometer afstand zit er. Bijvoorbeeld een fruitbedrijf, een melktap en kaas, ijs en dergelijke. Dus dat is ideaal. Er zit wel heel wat werk in.
Dat doe je niet alleen, begrijp ik? Nee, dat klopt helemaal. Dat klopt. De website die wordt eigenlijk onderhouden technisch en achter de schermen door Patrick Roosboom. Die zorgt een beetje ervoor dat alles technisch blijft lopen, onze mail en dergelijke. Voor onze Facebookpagina hebben we Jan Korenblek, hebben wij aan het vestje weten te trekken. Die post eigenlijk elke dag wel één of meerdere berichten aangaande de agrarische sector, post die. Ja. Met ook echt een geweldig berichtbereik. En eigenlijk elke dag hebben we wel even contact en staan we er eigenlijk gewoon van te kijken, soms in een week einde tijd, hoeveel mensen die pagina van ons vinden op Facebook en dat ze gaan liken. En dat we ergens op staan te kijken, dat staan we soms echt wel even met onze ogen te knippen van, is het echt? Het zijn gewoon echt gewoon volledig echte likes. Kijk, ik zie een vraag dat Roy, dat jij iets minder goed te verstaan bent. Kan je iets harder praten of de microfoon dichterbij zetten of iets dergelijks? Ik zal hem eens even gaan afmixen. Praten. Ik zal hem even gaan afmixen, want volgens mij... Even kijken. Nou ja, ik weet niet hoe dat kan. Even kijken. Je eigen volumestem harder zetten. Ja, dat zou ook nog kunnen. Dat zou ook nog kunnen. Daarom, ja. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje van hoe het loopt in, met onze Facebookpagina. We kunnen nu op dit moment wel een behoorlijke trend zien in de, door de grote zeecrisis. Dat we veel meer aanloop naar onze website hebben. Dat mensen toch meer beginnen te zoeken. En dat ook bedrijven die echt zeggen van we zitten omhoog, we moeten van die voorraad af. Die beginnen zich in één keer massaal weer in te schrijven. Ja. Ja, want de website is bedoeld voor degenen die een boerderijwinkel hebben of die oogst over hebben om zich daarop aan te melden en aan te geven van wat hun openingstijden zijn. Hè? En dat ze met PIN kunnen betalen, bij wijze van spreken, of via een tikkie, bij wijze van spreken. En aan de andere kant kan je dus ook makkelijk daarmee zoeken welke winkels bij jou in de buurt zijn om daar je boodschappen te gaan doen. Dan vermijd je soms ook wat drukke supermarkten of in de rij staan. Uiteraard houden ze zich daar ook aan de maatregelen. Dus ook daar geldt 1,5 meter afstand houden natuurlijk. Maximum aantal mensen in de winkel. Dus dat is ook allemaal op die manier ook goed geregeld. En er zit ook een aantal creatievelingen. Bij onze deelnemers hebben we een aantal creatievelingen gezien. Ja. Die houden zich inderdaad aan de voorschriften welke zijn gegeven door het RIVM. Mm-hmm. En dat juich ik echt volledig toe. Dat vind ik echt gewoon, echt gewoon een dikke duim voor hun. Ja. Alleen, sommigen die verbouwen de boel een klein beetje en die maken van hun winkel een drive-thru. Ofwel, je blijft lekker in je auto zitten. Je gaat bij een tafeltje 1, dan zeg je van ik wil zoveel van dit en zoveel van dat. Bij tafeltje 2, dan is het gewoon van is je kofferbak open, leg eens het achter je auto neer. En bij tafeltje 3 reken je af en je bent weer weg. Je hoeft de auto niet eens uit. Nee. Ja, het is zo grappig. Ja, je hebt een winkel met een grote M die dat principe heeft. Maar je kan dus ook voor gezond voedsel terecht bij diverse drive-thrus, bij de boerderijwinkels. Ja, en het is meestal echt bij dat we nu echt wel lopen, als we iets op social media tegenkomen van de ondernemer, dan delen we dat op onze pagina, op onze Facebookpagina. Want als we het allemaal moeten gaan veranderen op onze website, dat zie ik niet zitten. Nee, dat is echt heel veel werk. Dat kost ook weer veel van jouw vrijwilligers tijd natuurlijk. En zo had ik vorige week een interview met een van jullie deelnemers in Luttelgeest in Flevoland met Peter Verhagen. Dat interview kan je terugzien. Ik zal anders naderhand wel een linkje hier ook onder plaatsen. Die hadden ze inderdaad aangescherpt de drive-thru gemaakt. Dus mensen kunnen van tevoren hun bestelling doorgeven. Of gewoon ter plekke doorgeven en dan bij het loket afrekenen. En wil je wel de winkel in, dan hebben ze maximum aantal winkelwagentjes. Zijn de winkelwagentjes op, nou ja, dan even wachten. En ook je handen ontsmetten, daar ook zelfs handschoentjes, plastic handschoentjes die je aankrijgt om fruit te pakken wat je nodig hebt en zuivel en dergelijke. Afrekenen met de pinautomaat met wattenstaafjes.
Ik weet niet of dat andere mensen ook wel zien. Van, ja, sta je bij de pinautomaat. Dan kan je niet contactloos betalen. Wat nu? Neem anders gewoon je eigen wattenstaafje mee. En tik daarmee in. Ja, het zijn wel creatieve oplossingen om toch de boel door te kunnen laten draaien. Ja, klopt. En wat ik gewoon heel veel zie is gewoon nu op dit moment. We hadden ze eigenlijk al heel veel erin staan. Aardappelboeren. Maar we krijgen nu ook wel echt gewoon berichtjes binnen via Facebook, het zijn via de mail. Ja, we zijn een aardappelboer, we hebben eigenlijk geen huisverkoop, maar we hebben nog zo'n 3000 ton aardappelen hebben liggen waar we niks mee kunnen. Wat nu? Ik zei, ja, wil je het aan huis verkopen, dat spul? Schrijf je maar in. En we gaan kijken, van, krijg je daar reuring mee op je erf? Zo ja, hartstikke mooi. Dan blijf je er niet helemaal mee zitten. Inderdaad, neem gewoon een eigen tas, doos mee waar het eventueel in afgewogen kan worden. Die afvalzakken waar je plastic in kan verzamelen om het even mee te vervoeren. Ik weet niet of dat een aardappelboer ook standaard allerlei zakken op voorraad heeft. Maar laten we creatief meedenken wat dat betreft. Ja, iedereen merk ik gewoon. Ja, iedereen wordt er gewoon stuk en stuk een creatiever op. Dus ik vind het vind ik het wel leuk, al die creatieve oplossingen. De omstandigheid helaas dan weer niet. Nee. En ja, het is ook gewoon bij sommige boerenbedrijven horen wij ook gewoon van de broekzool moet aangetrokken worden. Ja. Die raken het spul gewoon echt niet kwijt. En dat is dan dat ik denk van, dat is toch wel de keerzijde van de munt. Ja, ja, ja. Ook de horeca ligt natuurlijk plat. Of ja, die kunnen dan wel deels via bezorgen en afhalen een deel van hun omzet veiligstellen. Ja. Maar ja, die gebruiken ook geen friet aardappelen meer natuurlijk nu. Dus daar is ook een hele markt over. Dus vanavond hebben wij op het menu staan friet aardappelen. Die kan hier bij de lokale boer altijd al. En ik dacht eerst, je moet zo'n speciaal apparaat hebben om dat te doen. Maar het gaat gewoon veel makkelijker om lekker die grote aardappels te schellen. En dan in lekker oncourante stukken te snijden. Je eigen dikte. En nou, super lekker gewoon. En dan gewoon de pan in met dat spulletje. Ja, even na het schillen even afspoelen dat wat zetmeel eraf is. Even een theedoek rollen dat ze weer wat droger zijn. En ja, ze moeten wel iets langer in de frituurpan. En doe er iets minder in dan normaal, want we hebben natuurlijk wel meer vocht, dus het geeft anders misschien dat gaat overstromen. Dus hou er rekening mee, maar dan heb je echt lekkere frieten. Ze moeten uiteraard ook langer dan in de frituurpan, want ze moeten eerst nog ze zijn niet voorgegaard natuurlijk. Maar dan heb je... Dat is dan weer een kleine bijkomstigheid, hè? Ja, maar het is echt super lekker. Dus wat dat betreft, goede tip. Ja. En ik heb begrepen dat het ook een stuk makkelijker is voor degene die huisverkoop doen om zich aan te melden op jullie site. Ja, klopt. We hebben even een kleine nieuwe feature hebben wij toegepast. Waar zit de knop? Hoe heet die? Heel simpel, aanmelden. Rechtsbovenin. Rechtsbovenin, ja. Naast de contactknop staat een nieuwe knop, staat erbij met aanmelden. Dus ze hoeven geen mail meer te sturen. Ze kunnen gelijk daar invullen. Klopt. We merkten toch wel op een gegeven moment. Heel veel mensen die trokken de stoute schoen aan. Om te mailen met ons. Maar er waren ook nog genoeg mensen. Die hadden zoiets van. Waar kunnen we aanmelden? Ja, dan moeten we maar een mail gaan sturen. Je merkt altijd al bij sommige mailtjes al een beetje van. Sommige mensen voelen zich gewoon bezwaard om te mailen met de vraag. Ja. En nu kunnen ze het 24 uur per dag. 7 dagen in de week bij spreken invullen. Ja, en dat is wel een geval dat je hoop sky uit. Dat is echt... we hebben die feature we hebben hem niet eens echt uitgebreid getest. Daar ben ik eerlijk in. Ik heb hem niet eens getest, die feature. We hebben hem eigenlijk gisteren zo boom hebben we erop gegooid. En we dachten van, we zien het wel. Nou, de link werkt in ieder geval. Dus dat gaat goed. De aanmelding ook trouwens. Want we merken in één keer van ongeveer 6 aanmeldingen per week ongeveer. Kom ik nu uit in één keer op een verdrievoudiging. Kijk. De drempel om aan te melden, die drempel is in één keer vele malen lager geworden. Dus ja. Mensen zien die knop, die klikken erop, die vullen het in en ik krijg die aanmeldingen binnen en het scheelt zoveel. Ja. Er staat alleen één klein dingetje bij tegenover. Ik heb de laatste 650 deelnemers heb ik allemaal
persoonlijk mee zitten mailen en ook persoonlijk weer gezegd van jongens, van harte welkom op Findfarm, jullie bedrijf staat erop. Omdat het eigenlijk zo druk is geworden, heb ik dat stukje helaas moeten laten vallen. Dus bij deze, bij voorbaat, dank voor jullie aanmelding. Ja, precies. ja, inderdaad. Ja, want dat is wel snelheid. En dat is wel echt het nadeel. Want op een gegeven moment zie je gewoon dat de drempel wordt lager. De aanmeldingen worden hoger. Dat is hartstikke leuk. Maar je moet dan op een gegeven moment op bepaalde vlakken moet je gewoon gaan inleveren. Ja. Nou, en het aanmelden, ja, natuurlijk. En op een gegeven moment op social media was er wel van plan om daar dit weekende toch nog eventjes een. Ja, een gebaar aan te geven om ook nog een keertje gewoon via onze Facebookpagina te zeggen van alle nieuwe deelnemers die zijn gekomen, echt van harte welkom. Ja. Fijn dat jullie met ons mee willen doen en hopen dat er door ons platform meer reuring op je bedrijf is. Ja, nou bij heel veel boerderijwinkels hoor je dat ook al inderdaad, hè? Ja. Bij een aantal die dicht bij een toeristenplek zitten, die merken dat er natuurlijk weinig toeristen zijn. Dat die aanloop is wat minder. Maar laten we hopen dat er weer opgevangen wordt door nieuwe bewoners in de regio die nog niet eerder van het bestaan wisten. Ja. Of nu meer tijd hebben. Ze hoeven niet meer te reizen naar hun werk. Dus pak lekker dichtbij vandaan. Ik heb even hier in beeld gebracht en het staat ook bij de opmerkingen hieronder. Dus dat werkt makkelijk om degene aan te melden die een boerderijwinkel of huisverkoop hebben. Klik op de link en je kan zo aanmelden. Ik zie dat ik een spatie gemist heb. Die zal ik naderhand nog even aanpassen. Oh ja, tussen de S en de H. Werkt de link niet? Kom straks goed. En ja, je doet het allemaal als vrijwilliger. Klopt. In je eigen vrije tijd. En vandaar dat er ook op jullie site een speciale knop te vinden is om te doneren, hè? Ja, dat klopt helemaal. En die doneeractie is eigenlijk puur om voor ons de hele IT, de hele achtergrond te kunnen laten draaien. Ja, we willen op een gegeven moment nog dingen. Als de hele crisis voorbij is, willen we eigenlijk weer de draad oppakken met in de landen te gaan, bij de boeren op het erf te gaan staan met een leuke stand. Nou, die aankleding moet natuurlijk allemaal aangeschaft worden. Dus we hebben gewoon lopende kosten. En de website, onderhoud en dergelijke, ja. Aanpassingen, hosting. Klopt. Ja, die hosting, alles, dat kost gewoon geld. Mijn eigen regulier werk, normaal gesproken zou ik het met mijn eigen bedrijf al een beetje opvangen. En ach, het loopt allemaal wel. Maar mijn reguliere werk staat op dit moment ook gewoon helemaal stil. Dus ik heb niks tijd over om Findfarm te gaan lopen doen, maar ja. Ja, dus we kunnen eigenlijk ook geen klappen meer opvangen nu. Nee, dus de reserves zijn op wat dat betreft, ook voor Findfarm. Dus wie er gebruik van maken of weer gewoon dit initiatief steunen, dan kun je doneren. Van harte aanbevolen wat dat betreft. Ik zie nog een vraag van Petra. Je kan de frietaardappelen ook kruiden met paprika kruiden of frietkruiden. Yes. Even kijken, doe je dat dan voordat ze de pan ingaan of naderhand? Ik heb daar geen idee van eigenlijk. Kan je dat nog even laten weten, Petra? Doe je dat dan voordat ze de frituurpan ingaan? Dan wel airfryer. Er zit altijd even een vertraging op voordat je thuis hoort wat wij gezegd hebben. Dus ik probeer het even in de gaten te houden welke tip erbij komt. En ik zie nog een vraag van Joan. Hoi Joan, leuk dat je er ook live bij bent. Is het een idee om een soort SRV-dienst te doen aan huis om direct te verkopen? Ik heb van de week iemand gezien die vroeg om een SRV-wagen om te gaan bezorgen, denk ik. Ja. Voor Findfarm uit is het eigenlijk bijna geen doen. Nee, er zijn wel boerderijwinkels die bezorgdienst hadden of nu gaan oppakken ook, hè, wat dat betreft. Omdat er, sommige mensen vinden het toch wat eng om naar een winkel toe te gaan. Of ze mogen het huis niet uit vanwege verkoudheid of wat dan ook, om het dan toch voor de deur af te zetten. Klopt. En dat staat er dan ook bij op jullie pagina, hè, als ze een bezorgdienst hebben of niet. Meestal geeft de ondernemer het zelf aan op hun eigen social media kanalen. Ja.
vangen wij iets op, dan geven we daar aandacht aan. En krijgen we soms een mailtje binnen met daarin al gelijk het verzoek tot aanpassing. Dan voeren we die aanpassing voeren we die door. Maar we merken inderdaad wel dat heel veel die een winkel hebben, dat ze ook zeggen van wij bezorgen vanaf nu ook tijdelijk in een straal van kilometer rondom onze boerderij. Om ja. Dan is het echt een kwestie van geef je bestelling telefonisch, per mail, per website. Geef het een draai. Voer hem door. De betaling kan dan gedaan worden door middel van een tikkie. En in ieder geval het hele contactloze verhaal komt dan. En dan op een gegeven moment dan, gaat de boer spreekt zelf even in de auto. Zet het pakketje voor de deur neer. En eigenlijk alles gebeurt dan gewoon contactloos. Ja. Dus kijk, ja. Nou, applaus zie ik hier. Wel, Joan. Heel goed. Ook een reactie van Peter over de frietaardappelen. Dat was... De tip van de paprika boerder en de frietkruiden. En dat doe je dus voordat ze de frituurpan ingaan. Even bedankt nog voor deze update. Gaan we dat ook nog eens even proberen vanavond. Culinaire hoogstandjes. Ja. Verse kan niet, hè, wat dat betreft. Nee, precies. Dat zie ik ook bij een van onze deelnemers. Die, die staat eigenlijk ook stil, wil ik nog net niet zeggen, maar... Ja, die hebben ook zoiets van, hoe kunnen we nog meer dingen van ons gaan promoten? Door zelf te gaan koken en dat lekker te gaan publiceren op Facebook. En met daarin tips, hoe zou je een stukje vlees kunnen verwerken? Ja. Hartstikke leuk, hartstikke mooi ook. En eigenlijk, nogmaals, zie ik gewoon dat mensen zo creatief worden op dit moment. Om toch de boel draaiende te houden, om toch daar... om reuring op het bedrijf te krijgen. Ja, dat merk ik gewoon heel erg. Dat er een aantal creatieve geesten zijn. Maar ook op dit moment nu bij andere groepen. Dat mensen vragen van. Waar zit er bij ons een boer in de buurt? Ja, en hoe kunnen we die helpen wat dat betreft ook, hè? Ja. Ja, dus we lopen eigenlijk alleen maar nu. Bepaalde Facebook groepen eigenlijk tot vervelend toe. Ik zit eigenlijk stiekem te wachten op het berichtje van met. Stop nu maar, nu weet het wel. Lopen we sommige groepen te bestoken met www.fightfarm.nl. Dan moet je daar even kijken. Heb je antwoorden op je vraag? Punt. Ja, inderdaad. En ergens heb ik ook wel met één groep heb ik toch wel even contact gezocht van... Jongens, ik zit nu wel zo gruwelijk veel dat Fightfarm te promoten op jullie platform. Als het echt gewoon super vervelend wordt, zeg het gewoon. Want we proberen gewoon nu eventjes de consument naar de boer te bewegen... Ja. Maar uiteindelijk eigenlijk niks meer als samenwerking. Want zijn wij het niet die lopen te find farmen? Zijn het wel deelnemers van ons? Dan wel niet mensen die ons alweer kennen. En ik zie gewoon ook, dat als vandaag zag ik een berichtje binnenkomen. We zien jullie steeds en steeds vaker op Facebook voorbij komen. Ja. Ik deel het ook lekker mee. Ja, maar dan heb ik wel zoiets van... Het is niet alleen maar ik of Jan die bezig zijn met het promoten. Ook gewoon mensen waarvan wij misschien wel niet eens de weet hebben dat ze promoten. Ja. Die werpen zich gewoon op als ambassadeurs van Find Farm. En die verspreiden de naam ook. En dat is gewoon te merken aan onze website bezoeken, aan de acties. Ook wel een stukje weer aan de aanmeldingen. Ja. Dus... Eigenlijk niks meer als lof naar alles en iedereen die ons, zonder dat wij het weten, supporten. Dus sta vrij inderdaad om ook om deze video weer te delen in jouw netwerk. Voor degene die een boerderijwinkel in de buurt zoeken of misschien hebben en nog er niet op staan. Laat ze zich aanmelden via die makkelijke knop rechtsbovenin. Zeker doen. En die is zo vrijblijvend. Ja, inderdaad. Ja. Dus ik zag op verschillende platforms al ook van kopen onze oogsten. En daar vroegen ze ook steeds van, zit je ook in de buurt van Delft of van Ede of van dit of van dat? En ja, je zoekt op Find Farm en daar laten we dat dan het centrale punt, zoekpunt vinden. Ja. Daarom. Ja. Ik kijk even of er nog andere vragen zijn bijgekomen. Ja, we hebben er eentje binnengekregen, zie ik volgens mij. Twee nu. Even kijken, ik zie die van Ini Blankvoort. Bedoel je die? Nee, ik zie er ook nog eentje erboven staan van Joan. Oh,
Ik heb nu even Ini in beeld. Ini, ja, ik hoop dat je er nog bij bent. ja, jij mag hem ook voorlezen. Kan je het zien? Ja, ik zie hem. Even kijken. Van Ini, goed bezig met Findfarm. We blijven het overal promoten. En ik heb ook al verschillende keren als food taxi gereden. Gaat goed zo. Hey, dat vind ik leuke feedback. Ja. Ah, dit vind ik echt nice. Want eigenlijk, wij faciliteren de food taxi alleen maar. En eigenlijk... Of het concept food taxi aanslaat of wat dan ook. Ben ik hier eerlijk in. We hebben de A nog nooit op gelet. B, we hebben ook eigenlijk nog nooit echt een peiling op gedaan van loopt de food taxi, wordt het gebruikt enzovoort. Omdat het gewoon, ja... Buiten beeld is. Dat is een beetje buiten beeld, maar ik vind het dan wel leuk dat Ini dan toch eventjes nu een stukje feedback geeft dat ze al verschillende malen heeft gereden. Ja, dat vind ik super. Echt. Laat even horen, Ini. Wat zijn de reacties die je krijgt dat je het rondbrengt? En, ik weet niet of je dat nog alsnog hieronder erbij kan typen. Het is echt top om dit te lezen zo. Ja, dat vind ik echt, dat vind ik super. Ja. Even kijken, dan zie ik Corné Verkerk. Moet je ja hoor. Een parfum uitrijden? Van Corné Verkerk. Ik begrijp de vraag niet. Jij misschien? Ik begrijp de vraag wel. Oh. Ook voor de richting rondrijdt, of niet? Ja, ik zit nog, voor de hobby zit nog wel elke zaterdag gelukkig. Als het mogelijk is, zit ik op de trekker. En dan zijn we bezig met mestrijden. Dus, en ik noem het agrarisch parfum. Aha. Kalfmest nummer 5. En ja, die zit dus nu ook mee te kieken. Dus ja. Maar ik heb voor Corné ook wel een leuk antwoordje. Misschien dat hij zelf eventjes de koetjes weer moet gaan melken bij de buren. Lijkt me een goed plan toe voor hem. Ja, hoog tijd waarschijnlijk, hè? Ja, denk het wel, ja, inderdaad. Ja, waarom? Even kijken. Even door de vragen heen of ik nog... Ja, je hebt er eentje gemist, zie ik. Welke? Ik zie hem Ik zie er nog eentje staan van Joe. Stel dat er te veel overblijft. En het blijft liggen in plaats van weggooien. Breng het naar de voedselbank, ze krijgen nu ook minder aangeleverd. Ja, klopt. Er zijn al diverse waar dat ook gebeurt, zeg maar. Er zijn ook acties geweest van... een circus volgens mij, wat dus niet kan draaien omdat ze geen bijeenkomsten gedaan mogen worden. En ze zaten met voertekort en een heel aantal boeren heeft daar om niet zeg maar daar voer gebracht. Zodat ze toch ook door kan gaan. En voor de voedselbank is natuurlijk ook een goed alternatief. Er is ook nog een andere tussenoplossing. En dat is van Too Good To Go. Dat is een app die je kan downloaden op je telefoon. Degene met huisverkoop of boerderijwinkel kunnen daar een pakket samenstellen van wat zij over hebben, of wat bij een andere datum is bijvoorbeeld. En als consument kan je daarop kijken of dat er bijvoorbeeld een winkel bij jou in de buurt iets over heeft. En dan krijg je soms een verrassingspakket van etenswaren. Ook om te voorkomen dat het bijna aan de datum, dat het niet meer verkocht mag worden, dat het dan inderdaad weggegooid wordt. Dat zou zonde zijn. En vooral ook heel veel lokale acties waar we eigenlijk nagenoeg via de grote lijnen gewoon geen weet van hebben. Dat er zoveel groepjes nu op Facebook circuleren dat mensen het eten ophalen voor de buren. Voor zoveel lokale acties, dat valt bijna gewoon geen pijl meer op te trekken. Nee, er zijn heel veel initiatieven ook vanuit burgers inderdaad. Van nou, wat kunnen wij doen om daarmee te helpen? Je hebt ook Support Your Locals. Dat is vanuit .nl. Dat is vanuit Amsterdam opgezet. En daar worden ook uit meerdere regio's meer combinaties gezocht van winkels die samenwerken om een gezamenlijk pakket te maken. Dus supportyourlocals.nl kan je ook nog bijkijken. Heel veel initiatieven. Even kijken of dat... Dus bedankt voor je vraag, Jones. Zeker goed. Even kijken of dat Ine nog antwoord heeft. Ja. Ja. Goed gereageerd. Goed erbij. Dank je. Leuk dat je erbij bent en even weer terugreageert. Ik doe zelf een boodschappen bij een boerderijwinkel en neem nu voor diverse mensen uit de buurt gelijk mee.
Nou, dat is hartstikke leuk. Zo hebben we het laatst ook inderdaad, heb ik een van de foodtaxis, die heb ik persoonlijk ook. En die zei het op een gegeven moment ook van, ik ben vandaag volop aan het rijden. Ik zei, wat dan joh? Ja, die en die, daar moet ik wat voor ophalen. Ik zei, hoeveel is het wel niet? Nou, daar sta je van te kijken. Dat is goed. Zo, stuur dan even een fotootje. Nou, ik kreeg een foto, een kofferbak vol met eten, waar u tegen zegt. Ik kreeg nog even een screenshot van de bestelling van één. Diegene die rijdt paard, dus die is op een paardenstal, is die dan in de keer dan bezig. Nou, daar kwam een bestelling kwam eruit rollen, dat ik denk van zo. Dat is niet voor niks rondrijden. Dat is inderdaad niet voor niks. Nee. Ja, het is gewoon hartstikke leuk dat we ook gewoon vanuit die kanalen, dat we soms ook gewoon inderdaad reacties krijgen. Ja. Dat mensen voor elkaar er ook gewoon spullen meenemen enzovoorts. En wordt naar elkaar omgezien. Ja. En dus in een periode als dit, vind ik het wel erg belangrijk. Ja. Ja, vind het wel, ik vind het ook erg belangrijk ook vooral. Ja. Ini, zet gerust even de naam of de Facebookpagina of de website van die boerderijwinkel waar je de boodschappen voor brengt hieronder erbij. Reclame mag wat dat betreft om zichtbaarheid te geven. Maximaal promoten. Gewoon doen. Ja, daarom. Ja. Top, Ini. Patrick Rozenboom. Nova zwaait naar je. Ah. Nou, dat is hartstikke leuk. Want... Zwaaien we even terug. Precies. Hartstikke leuk. Dat is onze webdesigner. Nou, onze webdesigner die heeft zoiets van naar kantoor gaan werken. Ik werk wel lekker vanuit huis. Ja. Dus ja, ik denk dat hij nu lekker zijn vader-dochter momentje even heeft. Dat ze nu even deze aflevering aan het kijken zijn. Dus ja, helemaal top. Ja, inderdaad. Hartstikke leuk. Vak voor het weekend. Ja, precies. Django Nendels. Voedseloverblijf. Help ouderen met lekker soep of buurt of armen in deze crisistijd. Ja, toch ook weer een aanvulling op maar ook weer op de vele initiatieven die eigenlijk lopen. Ja. Maar ook een mooie aansporing dat voor de mensen die kijken en die weten toevallig dat er iemand bij hun in de straat of in de buurt woont die niet de deur uit kan of durft. Nou, ga even langs een boerderijwinkel, neem eventjes net die 100 gram, 200 gram meer mee en maak even inderdaad een bakkie of een pannetje met eten voor je buren klaar als het nodig zijn. Ja. Het is misschien grammetjes werk, maar ja, elk grammetje wat nu weer extra wordt verkocht bij die boer. Alles is meegenomen. Is weer meegenomen, denk ik, in deze tijd. En voor degenen die thuis blijven, je laten bezorgen door een supermarkt, moet je soms ook een week wachten of langer. Dus kijk ook even naar de mogelijkheden voor jou in de buurt bij de boerderijwinkels. Waar het mogelijk dan sneller geleverd kan worden of vragen aan de buren. Ik zit ook in zo'n groep inderdaad van dorpsnetwerk voor hulp. Ik ben even de naam kwijt hoe het landelijk heet. Volgens mij dorpsnetwerk.nl. Geen idee, ik zou het niet weten eerlijk gezegd. Waar mensen die thuis moeten blijven hulp vragen van wie kan van mij de boodschappen meenemen als je toch al onderweg bent. Of op wat voor manier dan ook hulp kan bieden. Dus, toch weer genoeg burgerinitiatieven die... toch op dit moment nu als paddenstoelen uit de grond naar boven heen komen. Dat is op zichzelf de creativiteit, daar ontbreekt het op dit moment niet aan. Nee, inderdaad. Even kijken. Daar hebben we Ine. Ini, sorry. Ik ga geregeld naar Daalwijk in Geesteren, Gelderland. En sinds vorige week ook naar Bosheurne in Bargen. Nieuwe winkel met ontzettend... Veel mooie producten. Ziet er schitterend uit. In de opmerking kan ik het wel helemaal lezen. Dus hij komt er hier niet helemaal op. Volgens mij is Daalwijk in Geesteren is een deelnemer van ons. Weet ik niet helemaal zeker. De Bosheurne volgens mij ook. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Soms komen namen mij zo bekend voor. En soms ook weer even niet. Dan moet ik zelf even weer gaan refereren. Is het wel zo of niet? Is niet heel erg gek als je meer dan 600 deelnemers hebt. Soms begint het je een beetje te duizelen, al die namen. En sommige namen die springen er gewoon uit. Ja. En dan weet je van, oh, dat is een deel van ons. Haha, gezellig, leuk. Ja, hetzelfde hulpboodschap, hè, bij Blom, dacht ik. Ja, en bij nog eentje, even kijken, die zit in Barneveld. Dat is de Engelse Hof, daar haal ik altijd mijn ei op. Kijk.
Eens even kijken. Volgens mij zijn we op dit moment door de vragen heen. Heb je nog een vraag? Schroom niet. Stel hem nog even, dan kunnen we hem alsnog beantwoorden. Kijk je dit op een later moment terug, want dit blijft gewoon hier op deze pagina staan. En ook als het in andere groepen of pagina's gedeeld is, blijft dit staan. Heb je nog een vraag? Zet hem eronder en tag dan even Roy Hallink en Jacqueline Peek Hamoen erbij. Want soms wordt het ergens gedeeld waar wij zelf niet weet van hebben. En als we dan getagd worden, krijgen we in ieder geval een melding daarvan. Precies. Kunnen we er alsnog achteraf op reageren. Oké, even weer doorlopen. Ja, volgens mij heb ik nu de vragen. Oké. Django Nendels, goedemiddag. Groeten uit Vlijmen, Brabant. Vlak bij Den Bosch. Kijk, hartstikke mooi. Ja, die zag ik net ook al zo eventjes voorbij komen, inderdaad. Ja, het is toch wel het publiek wat we nu toch wel een beetje zien, is toch wel voornamelijk Brabant, Gelderland. Dat kan ik ook al op dit moment gewoon zien met onze nieuwe manier van aanmelden. Welke provincies zijn sterk vertegenwoordigd en welke niet? Ja, oké. En ja, dat is, ja, de Brabanten steken er met kop en schouders hoog bovenuit. Hartstikke mooi. Is het ook een grote provincie? Precies. Ja, nu we dan toch zo even daar even mee bezig zijn met provincies. Ik ben me ervan bewust. Regio Amsterdam, Den Haag. Toch weer de voorzichtige vraag. Weet je daar een bedrijf te zitten die niet bij ons gepubliceerd is? Tip die bedrijven over ons, want daar is op dit moment nog de dekking steeds het laagste. Oké. We hebben weinig deelnemers hebben te zitten. En wil je echt vanuit, ik noem maar eventjes de voorbeeld Den Haag. Dan is de eerste beste is zo'n beetje omstreeks Zoeterwoude, Zoetermeer, Hazerswoude dorp die kant uit. Dus ja, we kunnen het al echt merken in de grote stedelijke gebieden. Is het aanbod heel mager en moeten de mensen het weer hebben van andere initiatieven. Ja. Daar zit bijvoorbeeld ook wel een bezorgdienst als Rechtstreeks in Rotterdam. Die is er wel in die regel heel sterk. Rechtstreeks met een X. Je kan een boodschap laten bezorgen door boerschappen. Dan steun je vooral de Brabantse boeren en het wordt landelijk bezorgd. En je hebt in het noorden de streekboer. Dus er zijn wat meerdere mogelijkheden. En meteen ook een oproep aan bijvoorbeeld Boerenzuivel, Bond van Boerderijzuivelaars. Geef het ook aan jullie netwerk door van meld je even aan op Find Farm. En voor Landwinkel, die ook 100 winkels in Nederland heeft. Dan vooral als we rondom Amsterdam Den Haag zitten, is er een tekort. Ja, zeker dat ook. En vanuit Landwinkel hebben we al een aantal van hun franchise-nemers hebben we al mogen verwelkomen. Ja, Peter Verhagen Fruit bijvoorbeeld, die ik dan geïnterviewd heb vorige week. Ja, sommigen die zijn, ja, iedere keer zien we ze nog wel eens de voorbijkomende franchise-nemers van de keten Landwinkel. Dat ze zich aanmelden. En het aanmelden, we hebben inderdaad een hele vrijblijvende aanmeldingsknop dan nu rechtsbovenin op onze pagina hebben we die weten te maken. Staat natuurlijk, we hebben eigenlijk nagenoeg geen criteria. We hebben vragen gekregen via de mail over, ja, moet ik echt een winkel hebben? Of, nou ja, als jij ook gewoon het tafeltje hebt met daarop een geldkistje en daarop een krat aardappelen en een plastic tasje of een regeltje dat je je eigen tas mee moet nemen. Dan verkoop jij aan huis. Ja, en kun je erop. Product, dat is geen probleem. Ja. Buitenlands import. We screenen nee, want die. Ja. Als ik echt denk van. Is dit zuivere koffie? Ben ik er eerlijk in? Dan ga ik wel even kritisch kijken. Ga ik zijn ondernemer even tegen het lichaam houden van. Heeft hij daadwerkelijk die producten lokaal bij andere ondernemers? Dat hij het een soort van doorgeefluikje is. Ja. Of wordt er spul uit het buitenland geïmporteerd? Want zo gauw dat we eigenlijk merken dat er import is uit het buitenland, krijg je eigenlijk al van ons bijna een berichtje van, we kunnen je aanmelding niet doorgaan opzetten. Ja, inderdaad. Ja, terecht. Ja. Want we staan echt eigenlijk op dit moment puur even voor het Nederlandse product staan wij er. Ja. En dat is toch wel echt wel een van de hoofdcriteria
waar je aan moet voldoen. Het moet allemaal van eigen erf komen of bij collega boerenbedrijven uit de buurt. Ja, als jij een prachtige winkel hebt met alleen maar, ik noem maar wat, de groentes, maar je hebt een koelkast en je hebt daar bekers met yoghurt in staan van de lokale zuivelboerderij een kilometer verderop voor de buren. Doe vooral. Dan help je mekaar er ook een beetje. En ook voor bijvoorbeeld de aardappelboeren. Van zoek ook op findfarm.nl naar boerderijwinkels bij jou in de buurt. En vraag of dat zij ook bij spreken zakken aardappels voor jou kunnen gaan verkopen. Zodat toch meerdere producten op één plek te koop zijn. Ja, het is sowieso ook wel een handige tool. Een handig stukje gereedschap om nu ook zeg maar lokaal je netwerk uit te kunnen breiden. Ja. Dus niet alleen maar, zeg maar bij jou in de straat, dat je 2 kilometer verderop eventjes een mut neergooit en je bent er vanaf. Maar dat je bij wijze van je verkoopnetwerk iets kunt uitbreiden, dat je in plaats van 500 kilo in je eigen straat, dat je 1,5 ton in de regio verspreidt. En dat dat allemaal wel wordt verkocht. Ja, daarom. Ja. Oké. Okay. Ik zie volgens mij geen vragen meer binnenkomen. Heb je nog een vraag? Stel hem hieronder en tag met apenstaartje Roy Hallink en apenstaartje Jacqueline Peek-Hamoen. Dan krijgen wij een melding dat er weer een vraag binnen is. En dan kun je daar alsnog op reageren. Roy, bedankt weer voor jouw tijd. Ja, geen probleem. Wie weet over 3 weken weer. Kijk hoe het ervoor staat. We gaan bekijken. Daarom. Dus deel graag deze video en vooral dat de pagina er is www.findfarm.nl. Op jullie gezondheid. Prima, en blijf veilig. En trots op de boer. Zeker. Groetjes.